Ik ben hyped, jongen, echt. Ah! Ik ga gewoon naar New York. Wij verwachten te landen in Boston in een kleine half uur. Doordat het slecht weer is in New York, gaan ze niet landen in New York, maar in Boston. Yo, het is chaos. Het is echt chaos. Niet normaal. Knol power! Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en vandaag is de dag dat Maiwen en ik vertrekken van Nederland naar New York. Dat wordt echt super dik, maar echt super dik. Ik heb er ontzettend veel zin in, maar ik kreeg net een melding van de auto dat het olie moet bijgevuld worden. Nou goed, ja, veel koffers. Even kijken, want Bas die is mee. En Bas die brengt ons naar Schiphol en die gaat dan natuurlijk weer op het huis passen. Let's go. Dankjewel Bas. Ja, sowieso. Geen probleem, maatje. Ik heb een bord mee. Zo mooi. Dat was gewoon de tweede woning. Ik moet ergens een flesje olie liggen. Ik heb nog een kenteken. Molbouw.nl. Oh ja, joh. Olie, olie, olie. Ik moet wel zeggen, je hebt bijna alles bij je. Dus als je nog geen olie hebt. Ja. Wat is dat dan? The first aid kit. Mooi joh. Ah. Yay! Holy moly! Wat? Ik zocht serieus naar een oliefles. Moet je kijken waar dat in zit. Een tasje. Oh my god, dat is toch niet normaal? Hier zit dus die olie in. Wauw. Het is dit. Wat heeft ze nou? Bas die krijgt in één keer bierfilters of zo. Nog een beetje vroeg om. Oh, je maakt cartoons. De cartoonist. Ah, cartoonist. Jij hebt een hobby, maar ik heb een andere hobby. Jeetje! Oh, wow. Kijk dit dan. Ik heb een andere hobby. Oh my god. Wow, maar die is wel vet, met zo'n smiley erop. Ja, maar weet je wat erop staat dan? Not all wounds are visible. En die laatste is veteranen speelt. Veteranen speelt. Wow, maar is er, hoeveel kilo weegt dat? Kilo van elkaar. Maar ik ga nu vliegen naar New York. Ja. Maar als u ooit gaat vliegen, moet u dan alles af. Af. Ja, maar gewoon lekker hangen op. Dat weet je. Wat gekkigheid, joh. Ja. Wow, ja, blijf jezelf. Mooi vanzelf bijzonder. Ja, nee, dat is helemaal waar. Dat is wel een mooi tip. Ja, dankjewel. Leuk je gezien hebt. Ja, ingelijk. Ook werkzaam. Hoi, hoi. Oh, cartoonist is het. Cartoon. Dat is wel knap hoor, cartoonist. Oh mijn god. Ik heb er nog nooit van gehoord, een cartoonist. Nee? Nee. Ken je dat echt niet? Nee, echt niet. Cartoonist. Ik weet wel wat een cartoon is natuurlijk, maar cartoonist. Een cartoonist is gewoon, ja, dan kan je gewoon op een bepaalde manier tekenen. Volgens mij is dat een beetje het karikatuurachtig. Ken je dat, karikatuur? Nee. Nee? Ik weet wel architectuur. Maar zie je wel iets anders. Maar het komt in de buurt van zeker, maar dan met cartoon. Of is het een verzonnen woord? Laten we maar gewoon de olie bijvullen. Ik denk dat dat best is. Het is veel wel. Nou, het gaat al helemaal goed dit. Oh joh, wat viel er? Nee, er viel niks. Dat was mijn tas die tegen de auto kwam. Dat gaat lekker zo. Ja, ik moet wel zeggen, wij zijn wel echt, als het om auto's gaat, echt twee stuntpiloten. Ja, kijk, ik zeg altijd maar zo, en dat is een beetje het verschil. Je hebt autokenners en autoliefhebbers. En ik ben een autoliefhebber. Vorige keer ging het ook top. Ondertussen is Maiwen even koffie aan het halen. Kijk. Kijk. Wow, dikke V8, mijn jongen. Sheesh. Maar hij moet nog even schoongemaakt worden. De laatste keer dat ik in de tuin reed bij Joel, toen is hij aardig vies geworden. Maar goed, de auto staat uit. En ja, hier is de olie, hè. Je ziet het. Kan niet missen. Kan niet missen. Kijk eens even. Nou, ik heb geen afschenkdop. Maar ik ga wel vanuit dat ik het in één keer goed kan. Volgens mij wel. Als je me open doet, dan komt zo'n heel tuutje uit. Let op. Oh nee. Ja, je hebt ze wel. Oh, je hebt er zoveel verstand van, hè. Oh, ja, je hebt ze echt. Dit wordt gewoon one shot. Dit wordt wel gevaarlijk, hoor. Oh my god. Zo. Oh my god. Dat was zo smooth. Niet normaal. Eens kijken wat hij allemaal opdrinkt. Echt, hè. Hij slurpt het op alsof het niks is. Hele fles erin, hoppakaas. Zo, dat was zo smooth, bro. Ja, joh. Gewoon niks geknoeid ook. Kijk dan. Dat ja, alsof hebben. Niks aan de hand is. Ja, toch. Zo. Boom. Hoppakee. Doet die even, hè. Automonteur Knol. Ja, het is vaak wel zo dat serieus als je olie wil laten bijvullen, bij zeg maar een garage of zo betaal je daar best wel veel extra kosten voor. Terwijl je ziet hoe makkelijk het is. Ja, joh. Zelfs bij een Lambo. Nou. Ik ben hyped, jongen. Echt. Ah! Ik ga gewoon naar New York. New York. Dat nummer heb ik de hele dag al in mijn hoofd. Na 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 na, where dreams were made of.
kamer. Oké, New York. Let's go. Yeah, yeah, yeah. Daar heb je Maroon, Pizza Calzone, back in my zone. Yes. Yes. Oh my god. Ben je ready, schat? We slaat helemaal, hè? Ja, ben je ready? Ik ben ready. Yes? Yes. Hebben jullie olie bijgevuld? Ja. Lekker bezig. We have to talk English, hè? In a moment. Yes, we have to talk English because we're going to America. America. Yes, yes, yes. Let's go. Oi, oi, oi. Nou, nog even hopen dat we niet worden gecontroleerd. Nu al. Nu hebben we de mooie luchtverkeertoren. De Euromast. Gas. Dus elke keer een grap als we hier langs rijden. Ja, klopt. Nou goed, zijn we op Schiphol. Gaan we dan. Ik ben echt benieuwd hoe het gaat, hè? Want ik heb best wel wat mensen gehoord ook van... Oh ja, die grens zo streng en controle. Ja, daar ben ik ook wel een beetje zenuwachtig van. Nou, daar ben jij vooral zenuwachtig van, ja. Ja. Maar dat komt wel goed, schatje. Ik ben gewoon bij jou, hè? Ja, ja, ja. Anders gooien we onze charmes in de strijd. Hello, hello, I'm Enzo Knol, de vlogger. Everything's gonna be alright. Yes, yes, I make your country great. I will make a selfie first, come. I film everything, you know, good advertisement, you know. It's going to be okay, 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 no problem. Oké, okay, nee. Vertrek al drie? Ja, verder rijden dus. Verder om de bocht. De bocht om. De bocht om. Op Schiphol is het gewoon altijd druk. Daarom altijd. Vond ik vroeger dat programma, dat ze dan mensen gingen interviewen op Schiphol, vond ik serieus ook echt leuk. Ja, zo van waar ga je heen? Ja. Wat ga je doen? Ben je aan het wachten op iemand? Of... Iedereen heeft een ander verhaal hier. En dan op wie wacht je? En waar komt hij vandaan? Wat heeft hij daar gedaan dan? Ja. En hoe lang heb je elkaar niet gezien? Ja, zo leuk. Gewoon FBI! Ja. Ja. Where are you going? Klopt wel, ja. Dat vond ik ook altijd super leuk. Volgens mij is dat nog steeds op tv, joh. Ik heb geen idee. Blijf maar doorgaan. Maar Schiphol blijft ook maar doorgaan. Dus ja, dat kan ook gewoon. Joh, Leem gaat gewoon door. Precies. Leem gaat gewoon door. Goed, gaan we uitstappen en proberen in te checken. En als dat allemaal klaar is, dan zijn we helemaal stressvrij. En dan gaan we chillen in het vliegtuig. Dan gaan we chillen in het vliegtuig. Niet in het bubbelbad. Misschien daar in het bubbelbad. Oeh, zou wel lekker zijn, ja. Zou lekker zijn, hè? Ja, lekker. Oh, ik ben zo benieuwd, hè. We gaan leuke dingen doen daar. Woe! We hebben genoeg mondkapjes mee. Ja. Topje, hè? Dus dat is echt nice. Even voor de zekerheid. Gewoon even reserve. Schatje. Ja. Moeten we deze misschien ook nog meenemen? Misschien, ja. Misschien hebben ze een Chez de Boule-baan daar. Misschien kunnen we die vanaf het hotel naar beneden gooien. Kunnen we Chez de Boule? Oké. Ik zou die bal wel meenemen. Zo, ja, dat zou wel sick zijn, die bal. Maar goed, nee, die is een beetje te lomp. Daar mag jij mee voelen. Pas op voor je hoofd, want ik weet hoe het voelt. Oké, okay, Bas. Hé, hey, was weer kort, maar krachtig. Hè? Zo noemen we dat dan. Hij weer goed op het huis passen, zoals je weet. Lekker hoor, hij heeft weer zijn knolpower swaggy aan. Altijd, hè? Lekker man. Nou, ik heb twee kleine koffers. Marvin heeft een grote koffer. En dat zullen we rocken. Zullen we rollen? Dat zullen we rollen. Daar gaat ze, let's go. Ja, ik heb er zin in. Ik heb er echt heel veel zin in. Oi, oi, oi. Ga gewoon naar Amerika. Oh, man. Aan de andere kant van de wereld. Ja, nou, dat is eigenlijk Australië. Maar ja, we zien elkaar, man. Maar aan de andere kant, we zien elkaar ook over 8 dagen alweer. Hè? Ja, dat is tenminste, wel. Als je ons dan weer wil ophalen. Altijd. Nou, dus rustig aan. Tot de volgende keer. Geniet ervan. Yes. Hey, pas goed op het huis. Yo. Yo, yo, veel plezier met de auto. Dankjewel, zet hem maar in sportstand. Goed gas. Yo. Gaan we. Let's go. Let's go, let's go. Ja, ik begin nu al een beetje zenuwachtig te worden. Ik hou helemaal niet van vliegen, voor de mensen die het niet weten. Ik vind vliegen echt helemaal niks. Maar ja, het moet. Als je ergens wil komen, dan kan je niet anders. En dan deze vlucht duurt ook nog eens 8 uur, dus... Maar gaat helemaal goed komen, joh. Gaat helemaal goed komen. Ik ben echt blij dat ik ooit die stickers op die koffer heb geplakt. Want daardoor kan je hem wel echt super goed herkennen. Oké, je moet weer inchecken waarschijnlijk. Oké, we zijn ingecheckt. Het enige wat we... Yes, daar ben ik zo blij om. Wow, joh, ik denk er is iets aan de hand. Nee, maar je moet zoveel dingen van tevoren invullen, Ik weet niet, ik had zoiets van, het kan zomaar bij het inchecken super lang duren omdat iets niet klopt of iets. Ja, maar we waren ook de enige, er stond niemand in de rij. Iedereen is er al. Ja, zou je denken? Ja, maar ik zag ook, ik doe heel vaak, ga ik naar Schiphol Vertrek, naar die website en dan kan je je vlucht alvast controleren. En je kon vanaf gisteravond 7:30 al inchecken. Oh, dat is wel vroeg. Hier, dat is toch raar? Oh ja, ik weet het ook niet. Meestal is dat maar 4 uurtjes van tevoren of zo, dat je dan kan inchecken. Ja, er stond in ieder geval niemand in de rij. Er stond überhaupt niemand. We waren de enige. Ja. Maar we hebben nu allebei dus een handbagagekoffer nog over. En de cameratas. En dat is het. Ja. Nou, nu komen we even bij het gedeelte douane. Dus nu moet ik even snel de camera wegdoen. Want anders dan ben je echt sjaak. Want je mag hier absoluut niks filmen.
Dus ja, we hebben niks illegaals bij ons, gaan we vanuit. Dus ik denk dat het helemaal goed moet komen. Oeh, lekkere snoepjes. Snoepies. En wat water. En water en misschien Pringles. Ja, dat is goed. Ja, voordat we gaan vliegen nemen we altijd al eventjes een flesje water mee. Tenminste, ik vind het zo chill, een flesje water even aan boord te hebben. En aangezien de vlucht nu 8 uur duurt, ik verwacht wel dat we natuurlijk in het vliegtuig wat krijgen. Oh ja, en weet je wat Bas zei? Bas die zei dat we serieus in het vliegtuig internet hebben, omdat de vlucht heel lang duurt ofzo. Ik betwijfel dat. Maar... Ik betwijfel het ook. Ik wil het eigenlijk niet. Hij heeft me wel heel enthousiast gemaakt. Ja. Ook al moet ik zeggen, maakt niet zo uit. Maar als we internet hebben is het wel sick. En soms heb je dat inderdaad wel, internet gewoon, hè, bizar. Echt heel, heel sick. Yes, daar zijn we. Eindelijk. E18. Was even een stukje lopen? Nou, we hebben het gered. Kijk wat Marvin heeft gehaald. Oh my god. Hamkaascroissant. Hamkaascroissant. Lekker hoor. Kruimelen. Nou, zoals ik al zei, we zijn bij E18 en we moeten daarachter straks in de rij gaan staan. Maar voor nu kunnen we nog even lekker chillen en even lekker broodje eten. En dat is precies wat we nu gaan doen. En dan straks 8 uur lang vliegen. Ik ben echt heel benieuwd hoe ik het ga vinden. Ik heb 1 keer eerder ooit zo lang gevlogen. Dat was naar Mexico. Dat was ook echt niet chill. Maar wauw, goed. We gaan het zien. Oh, daar gaan we. Inchecken. Wat doe jij? Val je om? Ik dacht dat daar die paal ook nog zat. Ik dacht ik leun tegen die paal. En er zit daar gewoon zo'n zwarte band. Oeps. Oei, dat was mooi geweest als je daar voluit ging. Oké, nou, inchecken die handel. Hier was geen innerlijke rust, ik kwam overhaast. Mezelf vaak te klein voelen heeft me groot gemaakt. Handelaar, we hebben allemaal verkoperspraat. We beleggen boterhammen als een broodjeszak. Ik deed alleen mijn voet erin, maar ging er toch te diep in. Nou, zitten we dan. Warm hier. Kunnen we serieus hier filmpjes kijken, dames en heren? Het zou echt sick zijn. Oh, ik heb er zin in, hè? Wow, maar het is ook mooi weer in Nederland. En in New York ook. Maar we gaan als het goed is wel op het goede moment weg. Wordt het slecht weer? Nee, dat bedoel ik niet. Niet over het slechte weer, maar alle regels in Nederland. Alle regels in Nederland zijn vanaf vandaag een stuk strenger geworden. En weet je wat trouwens echt heel, heel erg nice is? Tenminste, wij denken dat het nice is. Dat is dat het is... We vliegen om 2:30, maar we komen aan om 3:30. Maar dat betekent niet dat we 2 uur vliegen. We vliegen 8 uur, maar we gaan 6 uur terug in de tijd. Dus als jullie deze vlog kijken om 4 uur in de middag, dan is het dus bij ons in New York... 10 uur in de ochtend. Precies dat. Dus het is elke keer 6 uur vroeger voor ons dan voor jullie. Ja, dat is hoe het zit. Dus we vliegen nogmaals om 2:30 in de middag. We komen om 3:30 in de middag aan. Dan zijn we 8 uur onderweg geweest. Ja, en dan... Maar in de tijd maar 2. En dan moeten we er dus voor zorgen dat het om 11 uur in New York, ongeveer New York, Amerikaanse tijd, dat we wakker blijven. Ja, cool. Want anders dan heb je dus morgen last van een jetlag. Als je tot 11 uur wakker bent en dan gaat slapen, dan is het morgen prima. Ja, we hadden al even advies gevraagd namelijk hoe dat zat. Maar ja, 11 uur in New York is bij ons 5 uur ochtends. Ja, dus dat wordt dus even... tot 5 uur dan wakker blijven. Ja, dus dat wordt nog een dingetje. Ah, ik ben benieuwd. Ik heb er super veel zin in. Echt ongelooflijk. Groot vliegtuig dit ook, hè. Je hebt gewoon 3 hallen hier zo. Het is echt niet normaal. Moet je kijken hoe groot dat is. Gewoon 3 van dit soort ruimtes hier zo. Hier 1 ruimte en dan heb je nog een tweede en nog een derde. Super ziek. Wij zitten op stoel 44. Take 4. Oh, dat is geluksgetal. Tenminste, laten we daar vanuit gaan. En ja, wij zitten helemaal achteraan. Economy class. En ik moet zeggen, niks te klagen eigenlijk. Hoi. Ik heb precies genoeg ruimte, ook hiervoor bij mijn knietjes. Ja. Dus ik vind het niet tegenvallen. En dan dit, en misschien nog internet. Ik wil alleen even deze jas. Dames en heren, altijd in de buurt aanwezig. Dat kan ook niet op mijn scherm. Oh, dat is zijn jas. Ja. Oh. Oh ja, zijn jas zit hier. Zou ik dat vragen of die... Ja, als je er last van hebt, moet je dat vragen. Anders kun je het schermpje gebruiken. Als je aan boord bent... Ja, anders kun je het schermpje niet zien. Nee, dan moet ik elke keer zijn jas horen. Oké, maar dit wordt echt vet. Dit wordt echt ziek. Grote vliegtuig hoor dit. Ja. Niet normaal. Moet je kijken, dames en heren. Wow, mijn beeld die doet helemaal raar. Die gaat helemaal... Oh, niet meer. Oh ja, wel een beetje. Je ziet het een beetje knipperen hier zo. Maar Marvin heeft serieus deze gewoon een paar keer naar beneden gedrukt. En dan is het gewoon helemaal donker. Kijk, want hier is het gewoon helemaal licht. En hier is het gewoon helemaal donker. En als je nu deze weer een paar keer naar boven drukt. Zo.
dan begint hij weer helemaal licht te worden. En dan wordt het ook echt warm, want de zon staat daar. Dus die... Maar dat duurt echt even, hè? Ja, dat duurt echt lang, hoor, voordat het helemaal licht wordt. Een beetje er doorheen gaat. Dat is zo ziek om te zien. Het wordt steeds lichter en lichter en lichter. En uiteindelijk wordt het weer net zo licht als hier. Ja. Dan kan je gewoon weer naar buiten kijken. Zie je, het is nu alweer veel lichter. Zo ziek hoe dat werkt. Ja, ik vraag me dan af hoe dat werkt. Ik heb ook geen idee. Nee, ik ook niet. Kijk, kijk, kijk. Bijna. Ja, het is nog wel een beetje donker. En hij, hij stelt al wel scherp. Zie je dat? Het ziet er echt vaag uit, hoor. Serieus. Maar net als het helemaal donker, hè? Nu is het Ja, alleen het midden nu nog moet nog weg. Ja. Let me tell you. Heel bizar. Maar ik vind dat donkere wel echt chill, maar ik weet niet of dat mag tijdens het opstijgen. Meestal moet je ook die luikjes omhoog doen als we... Ja, want ik wilde serieus dit luikje dicht doen voor de zon, maar ik kon nergens iets vinden. Maar dat zijn dus deze knopjes. Ja. Zo zie ik. Echt niet normaal. Het lijkt erop, dames en heren, en dat zou serieus best wel chill zijn. Het lijkt erop dat er niemand naast ons zit. De stoel is gewoon helemaal leeg. Extra dekentje, extra ruimte. Best wel relaxed hoor, serieus. Marvin zit dan bij het raam. Ik zal tegen Marvin bij het raam zitten. Nou, wil ze wel. Kan ik? Jij slaapt ook vaak. Ik slaap meestal. Voor mij maakt het niet zoveel uit. Het raam is wel altijd het chillste, maar het is geen probleem. Maar eigenlijk moet je nu dus niet gaan slapen. Dat is best wel moeilijk. Ja, klopt. Ja, nu, we hebben filmpjes gedownload. We hebben een Nintendo Switch bij ons voor leuke spelletjes. En ja, we zien het allemaal wel. Trophy on the beat. Want ik kan het niet plaatsen, zij kan het niet plaatsen. Hoe geniaal was dit, dames en heren? Ik ga gewoon Angry Birds spelen. Boom. Oh, die was echt perfect. Oh mijn god. Gewoon Angry Birds in het vliegtuig. Let's go. Gooi 12 bars, ga weg met 50 paarsen. Maar ik voel pas innerlijke rust met mijn kleintjes naast. Ben aan het sturen in sport, een beetje vechten met de tijd. Ik kom uren tekort, de buurt die is hot. Niet testen want die vuren zijn shots. Je was geen hosselaar, als jij niet bij je buren verkocht. Ben ik in doep, heb ik die Richard of Patek bij me. We rijden echte PK's, maar heb pakket bij me. Shaken bij de kassa, eerst de Jacka toen van 6 Meijer. Hier halen werkers liters binnen, hou die fles bij je. Echt van waar ik kom gaat alles blank gas. Echt van waar ik kom gaat alles west. Wie weet iemand advocaat, dokter of tandarts. Hier alleen maar zelf mee, miljonairs. Begrijp me niet verkeerd, die gaat alles blank gas. Begrijp me niet verkeerd, die gaat alles fles. Wie weet iemand advocaat, dokter of tandarts. Hier alleen maar zelf mee, miljonairs. Mijn boy gaat trouwen, ik moet denk ik weer een pak bestellen. We bleven thuis, dus ik kon weinig voor de klas vertellen. Mijn collectie moet nog groter, laat maar Rafa bellen. Boys pakken dubbel L, het heeft geen zin om af te tellen. Ik ben zeker van mijn zaak, ik ben op alle vellen. Wanneer je pap een beetje praat, dan zijn die mannen sneller. Stel mijn boys, we gaan weer weg wanneer die kan. Oh, veel lawaai hier. Met die oortjes in hoor je dat amper. Maar we zijn nog geen eens op de helft. De vlucht duurt wel echt lang hoor. Jeetje mina. Hoe zit jij met je hand, joh? Ah, ik heb verloren. Marvin heeft gewonnen. Ik moet zo hard lachen om jou. Hoezo? Dat jij even zo zag. Ja, dat is toch het spelletje. Kan ik niks aan doen. Ja, maar je hield hem helemaal hier. Nou, we zijn in ieder geval lekker op de Switch spelletjes aan het spelen. Ja, minigames. Hoe lang moeten we nog? Nog 3 uur en 41 minuten. Je kan je zien hoeveel kilometer. Nog 2624 kilometer. Ik vind het best meevallen eigenlijk. Ja? Ja. Nou, we hebben het in ieder geval naar ons zin, dus dat scheelt. We zijn ook al echt over de helft. Kijk. Hoppakee. We zijn op de helft. Oh ja, dit is heel lastig te filmen, want dat vliegtuig heeft een beetje turbulentie op dit moment. We gaan een beetje... Maar het is nog leuk. Samenvatting. Doordat het slecht weer is in New York, gaan ze niet landen in New York, maar in Boston, omdat er niet genoeg benzine of
Dus er zitten benzine in. Kerosine. Dan gaan we eerst naar Boston tanken en dan zo snel mogelijk weer opstijgen en dan naar New York. Ja, wat een rare wending. De eerste keer New York, let's go! Wauw, de eerste keer Boston bedoel je? What up Boston? Let's go, we gaan naar Boston. Kunnen we ook zeggen dat we daar zijn geweest? Ja toch? We gaan naar Boston. Maar laat dit eens zien. Ja, ik heb een zieke highscore neergezet. En wij dachten dat het alleen gelde, de highscore voor dit schermpje bij je eigen stoel. Maar blijkbaar is dit de highscore van heel het vliegtuig. Check even. Ik heb gewoon nummer 2 gepakt met Jat C. Ik nummer 6. En oh, ik had net ook 9. Of 8. Dus het is nu 9 geworden. Ja, ja, je staat er 2 keer in. Ja. Ik heb gewoon een nummer 2 gepakt met highscore. We zijn lekker. Gaan voor die nummer 1. We zijn lekker Jat C aan het doen. Dus we hebben het wel naar ons zin. Myron, wat is hier gebeurd? Wat is hier gebeurd, Myron? Ik heb 3 keer Jat C gegooid. 3 keer. En Myron heeft een totale score van 400. Op een kleur minuten landen wij op de luchthaven van Boston. De plaatselijke tijd is dezelfde tijd als in New York, maar 6 uur vroeger dan in Amsterdam. Het is 16 minuten voor 4 in de namiddag. Met het oog op de landing wordt u verzocht uw bagage in de bagagebakken of onder de stoel voor u te plaatsen. 497. You're the king of Yat Zeeland. The king of Yat Zee. Nou, klik maar op het vinkje. Nieuw high score. Oh my god. Enter. Hoppakee. Oké, dames en heren, we gaan elk moment landen. We gaan elk moment landen. Alleen één probleempje, dit is het verkeerde vliegtuig. Nou, zijn we in Boston. Ja. Dat wordt een tripje naar Boston in plaats van New York. Weet je wat het is met mensen die naar New York vliegen? Amerika is zeg maar zo groot, is dat superveel mensen, zoals wij zeg maar naar Londen vliegen en anderhalf uur vliegen, hun in Amerika gewoon in Amerika. Naar New York, want in Nederland is het helemaal niet normaal dat je gewoon bijvoorbeeld van Amsterdam naar Eindhoven vliegt. Precies. Nee, het kan wel, maar dat doet bijna niemand. Nee, dat doet niemand. Maar Amerika is zo groot, dat kan je niet anders met een auto doen. Soms ben je dan gewoon 10 uur met de auto onderweg. Ja, klopt. Dus mensen vliegen dan. En ik hoorde al achter mij, die twee dames, dat zij hun vlucht gaan missen naar waar ze ergens anders heen moeten in Amerika. Dus heel veel mensen in het vliegtuig die dus in Amerika wonen, missen nu hun overstap. Ja, dat is zo. Daarom hebben wij het echt niet zo slecht. We zijn in Boston. We zijn in Boston. Nou, we zijn een beetje spelletjes aan het doen, Tetris aan het doen, alles. Spelletjes. Ja, een beetje de verveling stoppen. En weet je wat het zuur is? We zijn namelijk niet de enige met een vliegtuig die hier is geland om te tanken omdat ze in New York niet konden landen. Sterker nog, alle vliegbanen, landingsbanen, zo moet ik het zeggen, alle landingsbanen in New York zijn gesloten behalve eentje. En die ene wordt dus gebruikt in één keer door zoveel vliegtuigen dat gewoon heel veel vliegtuigen rondjes aan het maken zijn. En daardoor duurt het ongeveer 2 uurtjes langer in de lucht, omdat je rondjes maakt. Alleen dit vliegtuig had niet genoeg kerosine in de tank zitten, waardoor we dus in Boston per se moesten landen. Ook al hebben we hierboven ook 1 rondje gemaakt, maar dat was een heel kort rondje geloof ik. Tenminste, daar leek het op. Alleen, zijn we dus aan het bijtanken. Alleen voordat we gaan bijtanken, moeten we eerst wachten tot een paar andere vliegtuigen voor ons worden volgetankt. Dus ik heb zo'n vermoeden dat dit wel echt een hele, hele lange reis gaat worden. En ik denk dat in plaats van 8 uur vliegen, dat dit misschien wel een 12 uurtje wordt. Er nog 4 uur extra erbij moeten plakken. Maar goed. We hebben genoeg films hierop staan. We hebben genoeg spelletjes te doen. We hebben elkaar. We hebben Nintendo Switch. Precies. Hè? En ik ben in een goede mood. En de aankomende dagen worden onvergetelijk. We zijn al in Amerika, dus op zich maakt het dan niet meer uit. Precies. En het schijnt dus zo te zijn, volgens mij zeiden dat net, dat het vanaf hier naar New York maar een half uurtje vliegen. Dus als we straks opstijgen, zijn we er zo. Ja. We kunnen het hier zien. Dat is wel nice. Dit scherm. Kijk, sluit ik even Jat Zee af. Kijk, hier is Boston en hier is New York. Ja, dat is maar een klein stukje. Ja, het lijkt een klein stukje, maar het is echt wel groot, denk ik. Ik denk dat het een langer stuk is dan dat Nederland is, zeg maar. Wel ziek, hè, die technologie. Kijk wat je allemaal kan bekijken. Zo ziek. Ja, dat stuk van Boston naar New York is sowieso wel iets van 400 of 500 kilometer, denk ik. Ja, dus met de auto had je daar echt wel 8, 9 uur over gedaan. 500 kilometer, hè? Oh, wat langer. Nee, oh nee, 6 uur. 5, 6 uur. Maar ik denk dat het nu 3 kwartiertjes vliegen is of zo. Nou, we gaan het zien. Dan houden jullie wel even op de hoogte. Ja, we moeten wel anders. Hey, kijk hoe dit hier heet. Oh mijn god. Huh. Wat de heck? Labrador City.
Hebben ze daar voor een labrador? Ik weet het niet, nog nooit van gehoord. Jij kent een mop toch over een labrador? Ja, die ken ik. Dus ik weet niet of ik hem moet zeggen. Oké, dames en heren, hoe heet de hond van een goochelaar? Laat het maar weten in de reacties. Van de keten weggepoest en wij gaan op die plekken staan waar wij dan worden afgehandeld. Dus worden wij gefueld. We gaan onze motoren weer starten en dan gaan we een klein stukje taxi naar de gate. Wilt u alstublieft gaan zitten met uw riem vast? Erbij gedenkt, laat uw riem geopend. Denk eraan dat uiteraard roken ten strengste is verboden nu. Laat uw riem geopend? The aircraft will be refueled any moment now. Please keep your seatbelt open and remember... Smoking is of course strictly prohibited, thank you. Hoezo open? Ik heb ook geen idee. Oké. Oh, ik denk... Oh. Omdat ze nu gaan tanken. En normaal gesproken tanken ze natuurlijk terwijl er niemand in zit. Ah. Stel je voor dat er wel iets gebeurt en is je gordel open. Oh ja, ze zeggen nu allemaal open your seatbelt. Nou, in ieder geval... Het begint een beetje moe te worden. Het is bijna 6:30 in de avond. Hier in Amerika. Maar in Nederland is het nu 11:30 in de avond. Bijna. Dus ja. Oké. Nou, ze gaan dus nu tanken. Dat is het ding. Ze gaan nu tanken. Oké, wat dus nu de situatie is. En dat is wel echt heel erg zuur. Het weer, wat dus net een beetje te heftig was in New York, is blijkbaar hierheen gekomen. Als het echt heel erg tegen zit, kunnen we hier straks geen eens opstijgen. En zitten we gewoon vast in Boston. Ik weet niet waarom ik nog blij ben en kan lachen, maar het is wel echt heel zuur hoor. De eerste keer Amerika en we hebben dit. Hoe lang zijn we nu onderweg? Ik kan er niet meer bij houden. Ja, echt wel lang. We kijken op het einde wel, joh. Anders dan raken we chagrijnig. Ja, we zitten alleen maar, ik zit alleen maar Yahtzee te spelen hier zo. Kijk, Yahtzee, Yahtzee, Yahtzee. Ik begin gewoon te gapen. Als we straks maar lekker wat eten krijgen en drinken, dan vind ik het prima. Wanna be the person that you call up when you're down. Wanna be the first who knows all of your deepest sea. Nou, daar gaan we weer. New York, voor de tweede keer. Cause I wanna be close to you. And I wanna show you something new. You gotta know. Every day I got your back, yeah, you can count on me for that. En nu zijn we wel geland, officieel, in New York. Yes! Yeah. Zoals jullie zien, iedereen gaat eruit. En wij ook. Yes. Eindelijk. Yeah. En we hebben even omgerekend. We hebben er bijna 15 uur over gedaan. Bijna twee keer zo lang. Eerste keer Amerika. Oké, maar ik ben wel hyped, dus let's go. Het is hier nu, op dit moment trouwens, 8:00 in de avond. Maar we moeten natuurlijk ook nog onze koffers ophalen ergens. Waarschijnlijk ergens anders dan de bedoeling was. En door de security. En door de security, douane, vaccin laten zien, bla bla bla, visum. Hey! Ga gewoon als laatste het vliegtuig uit, hè? Let's go! Amerika! En alle tekenen. Kijk dan hoe ziek dat eruit ziet met al die schermen. Ja. Het staat ook gewoon helemaal achteraan in het vliegtuig. Ja. Zo blij. Al deze mensen hier staan in de rij voor een taxi. En die rij loopt helemaal tot daarachter. Yo, het is chaos. Het is echt chaos. Niet normaal. Maar zoals jullie zien, we hebben hier onze twee handbagagekoffers. Ik heb de rugtas om en Myron heeft hier de grote koffer. En we gaan dus nu naar buiten. En oh my god, wat een reis. Hoi, hoi, hoi. Kijk, het is nu bijna 9:00, staat hier op de Rolex klok. En dat betekent dat het 3:00 in de nacht is in Nederland. 3:00 in de nacht in Nederland. En we zijn nog steeds wakker, let's go. Het is hier lekker fris. Ja, oh, het is heerlijk fris. Gelukkig hadden wij al een taxi geregeld. Dus als het goed is, kunnen we hier ergens instappen. Dat zou echt heel nice zijn. Maar oh my god, we zijn gewoon in New York, dames en heren. We zijn in New York. Check die taxi met dat ding erop. Het is gewoon een reclamebeeldscherm op de taxi. Wat de heck? Wat zei je? Hij stond blijkbaar binnen met een naambordje op ons te wachten. Oh, ik heb hem niet gezien. Hij zei tegen jou dat hij niet binnen mocht staan. Ja, die vrouw zei tegen mij, jij staat buiten, je moet hem bellen als jullie buiten zijn. Dus ja, dan ga ik wel naar buiten. Ja, vanwege COVID, ja. Corona. Nou goed, we staan buiten. Het is koud, man, die wind. Ja. Oh. Hey, Enzo Knol. Yes. Enzo Knol. Yeah, that's me. Nice. Let's go. Oh, wat een gentleman, hè? Nou, dat deed ik niet. Ik heb al twee koffers en een rugtas. Oké, de taxichauffeur gaat er vandoor.
Hij zegt dat hij ongeveer een auto heeft zoals deze. Dat is wel sick hoor. Wat is dat? Zo'n Escalade of zo? Sick. Oké, nou dan wachten we hier even. We hebben gewoon het hele bordje met je namen gemist, joh. Ah, ja, joh. Stond daar zo. Ongelooflijk. Unbelievable. Ik wou net zeggen, unbelievable. Het is, this is America. Zo, lekker Twix eten om 3 uur s'nachts. Oh, lekker zeg. We hebben zoveel trek. Het enige wat we hebben gehad als avondeten was serieus gewoon dat kleine... Ja, die panini. Ja, die panini. Dat was het enige. Ja, en we hebben natuurlijk pasta gehad ook nog. Ja, dat was ook nog gewoon weinig. Ja. Oh, hij zei dat hij meer zou parkeren. Maar hij is nog aan het lopen, zie ik daarachter. Dus ja. Hij heeft nog even tijd. Ik heb natuurlijk heel veel dingen gezien van New York, van Amerika. In films die we hebben gekeken en alles. Maar wat ik dus ook te horen heb gekregen, is dat als je in Amerika bent, in het plekje New York, in de stad, dat als je in de stad bent, middenin, dat is gewoon echt elke 10 minuten gewoon woep woep. Ja. Van de sirenes. Woep woep. Ja. This is under the police. Je hoort nu ook af en toe in de verte hoor je al sirenes en zo. Ja. Erg sick hoor. En je hoort dan zo'n buzzer van zo'n politieauto. En nu komen wij natuurlijk aan in het donker, dus dan zie je nog niet heel veel. Maar als we dan morgen wakker worden en we kijken misschien wel uit ons hotelraam, dan denk je in één keer, what the fuck? Ik ben ook benieuwd wat voor hotel we zitten hoor. Ja. Deze hele reis is een cadeautje van stedentrips.nl. Shoutout naar hun, want ze hebben alles gefixt, ook de taxi en ook het hotel. Dus vandaar dat ik zeg van ben benieuwd wat voor hotel we komen. Ik heb geen idee, maar het wordt vast ik. Ik heb echt zin in. Boom gek, dikke gangsterbak jongen. Hier gek, wat is er? Hoppa. Ja, thank you very much. Nice, nice. Hij zegt, oh, yo, dikke velgen, alles. Tjoep, tjoep. Oh, yes, baby. Wow, 2 aparte stoelen. Ver uit de kar. Oeh. Oh, jojoj, ze willen zelfs tussen ons social distancing doen. Ja. Ze weten niet dat wij gewoon een strong koppel zijn. Yes, baby. Oi, jojoj, it's a little boy, a bit cold outside. Yeah, too right. Oi, jojoj. Wowie, wowie. You had to wait a long time for us. Yeah, because there was a storm here. Yeah. Yeah, there was a storm here. Was it bad? Yes. Yeah, it was a lot. What's that? A lot. Oh, het regende echt heel hard, zei hij. Het was dus een grote storm hier zo. Maar de straten zijn nu alweer helemaal droog. Gewoon. Ja, ik weet het ook niet. 50 minuten naar het hotel. Let's go. Maar ik denk dat we wel veel onderweg te zien hebben hoor. Dus dat denk ik ook wel. Weer. En we hebben even flesjes water gehad en M&M's. Let's go. Yes. Nou, dan gaan we hoor. Ik heb er zoveel zin in. Ik ben zo hyped. Dat is niet normaal. Ja, ik heb aan de ene kant zoveel zin. Wow, die Tesla. Holy shit. Zag je die ook? Ja, dat was een witte, matte Tesla. Helemaal wit paramour-achtig. Heel vet. Heel vet, ja. Oh, hij heeft zijn verwarming lekker aan. Maar wat ik wou zeggen, nu lijkt het alsof ik niet moe ben omdat ik heel veel praat. Maar ik ben best wel moe. Ik heb ook wel zin om in bed te liggen. Ik weet niet, ik heb super veel zin om gewoon te vreten en uit het raam te kijken. Dat is ook precies wat ik ga doen. Ja. It's silent now, we don't say a word. We're just looking at each other. Tears in our eyes from the words we said. Yeah, it kinda broke my heart. Loving you is not so goddamn easy as you think. I'm trying my best to hold on, but I feel myself giving. You know that we shouldn't keep it up like this. We hurt each other's feelings on and on. I don't wanna change who you are. The things you say is always one step too far. But I know. Nice. Wow, te geluid. Hiernaast zit gewoon een Starbucks. Lekker. Kijk, we zijn er, dames en heren. Let's go. Oh, kijk dan, die jas wordt opgehangen. Koffers worden opgezet. Oh, ik ben kapot, hè. Hij zit nog goed te zeggen. Ja, joh. Ik zei, ik ga niet slapen. Nou, ik was meteen weg. Wat is jouw laatste? Knol. Ja, die kerel van de taxi die zette die verwarming ook op 40 graden, jongen. Dat was niet normaal. Het was daar echt bloedje heet. Ik zweette me gewoon kapot. Nou, daar gaan we. Here is a list of some of the very nice restaurants in the neighborhood. Lower level is a fitness center. It's open 24 hours. You have access with your room key. Perfect. Thank you very much. Oké, okay, nice. Have a great day. Oké, okay, thank you. Same, bye-bye. Oké, okay, sick. Yo, we hebben alles. Key, noem alles maar op. Damn. Dit ziet er nice uit. Zit er nou op de 20ste verdieping? 2008. Is het 20? 20ste verdieping. Thank you. We hebben uitzicht. Oei joh. Wow, ze hebben 25 verdiepingen. 25. Het zag er niet zo uit hoor.
buiten stonden. Ik heb ook niet echt omhoog gekeken, moet ik zeggen. Nu hoeft dat ook niet. Oei, joh, kijk hoe snel die gaat. Hoppa. Wat? Wat betekent, zijn we al? Zo lang duurt het bij ons in Zeist voor één verdieping. Ja, echt. Oei, joh. Oké, 2008. Naar links. 2008. Oh. Ja. Yes. Hé, er zit al een kaart in. Oh, hè? Er liggen ook al mensen op bed. Oh, mijn god. Hallo. Hey, jullie ook weer. Oh, we hebben uitzicht op de stad. Oei, oei, ja, de tv staat ook gewoon aan. Ja, super random. Holy shit. Wow, dit is echt hoog, hè? Dit is echt heel hoog. Ja, je kan door de weerspiegeling slecht... Oh, nu zie je het goed. Wat? Nederlandse vlag? Dit is sick. Check dan dit buiten, dames en heren. Oh my god. Koffers, let's go. Yes, nice. Oh joh, dit wordt goed geregeld allemaal. Oh, wat hebben we hier dan? Hebben we hier allemaal ruimte? Een woonkamer? Wat? Ik had het nog helemaal niet gezien. Ik liep meteen naar de slaapkamer hier zo. Thank you very much. Wat is dit dan? Oh, dit is gewoon een ophangkast. Een kapstok. Nice, mensen. Nice. Zo, dat mondkapje af. Jeetje, helemaal klaar mee. Zo. Nou, dan staat het nieuws aan. Dat is top. Lekker met een... Ja, thank you very much. Oké, bye bye. Zo, kijk. Dit is de woonkamer. Wow, hier ook gewoon een lekker chill plekje, bankje, tv'tje. Hey, plekje om te werken. Heerlijk hoor. Gewoon een eigen keukentje zit hier in. Hè? Koelkastje. Oh, verkeerde kant. Ah, kijk, verkeerde kant. Zit nog drink. Wow, kijk wat hierin staat. Oh my god, check dit. Oei, daar gaat Marvin ook zo blij mee zijn. En ik hoor dat de sportschool 24 uur per dag open is. Hé, hey, we hebben hummus. Dat is random. Gewoon een pak hummus. Oké. Nou, nice. Zit er wat in de vriezer, denk ik niet, hè? Nee, denk ik niet. Wat hebben we hier nou allemaal voor lekkers? Mr. Enzo Knol. Oh, twee keer. Ik ben echt kapot. Maar er staat hier in het briefje. Hey Enzo en Myron, welcome to New York and your home away from Hotel Beacon. Like the views, have lots of fun. Team Stedentrips. Hey, wat leuk. Wat? Een kaartje van Stedentrips. Echt? Oei, joh. Chocolaatjes. Oh my god. Oh, water, alles. We hebben allemaal cadeautjes, kijk. Ik heb zitten serieus muismatten voor ons in, schat. Echt? Van Hotel Beacon. Oh mijn god. Gewoon, gewoon muismatten. Nee, maar jij hebt wel je laptop bij je. Had je ook mijn muismat meegenomen? Nee. Dus ik heb nu wel muismatten. Dat is wel echt ideaal. Want er zitten hier allemaal dingen in. Ik heb geen idee wat het allemaal is. Maar het is gewoon een huisje eigenlijk, hè. Het is gewoon een appartementje. Ja, echt ziek. Gewoon een keukentje, alles erbij. En ik zie dus ook gewoon kasten en zo. Dit is deze. Oeh, dit is handig. Een USB met zo'n Amerikaans ding. Yes. Dat doe je oh, nu. Ja, maar we hebben geen USB. T-shirts gekregen, schat. Echt? Een t-shirt. Oh, god. Van Hotel Beacon. Zo leuk. Geniaal. Echt leuk. Echt heel erg leuk. Heerlijk, dames en heren. We hebben het raam open en we horen gewoon lekker veel geluid. Leeft hier. Ongelooflijk. Het is nu ook nog maar... 10 uur, of 10:15 in de avond, dus op zich valt het mee. Maar tv'tje aan met het Engelse, gewoon lekker. En beneden bij de receptie, zo'n lekker accent. En oh, heerlijk. Oké, ze hebben beneden blijkbaar bij de receptie wat van die Europese adapters. Dus dat zijn we vergeten, dus dat is wel heel erg nice. Dus die ga ik even ophalen. En dan gaan we even de boel aan de lader doen en dan gaan we lekker slapen. Ja. Dames en heren, dit was onze echt hele lange reis. Hopelijk hebben jullie toch een beetje van genoten. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet om morgen terug te komen om 4 uur. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan gaan jullie de aankomende dagen allemaal een New York vlog zien. We verblijven in dit hotel 4 dagen. Daarna gaan we naar een ander hotel. Gaan jullie dat allemaal zien. Wordt super vet. Ik heb er zin in. Bedankt voor het kijken. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke vette peace.